nooit gedacht dat ik nog eens een keer een lingerie-shoot zou doen. Maar het is natuurlijk sportlingerie, dus het ligt een beetje in de lijn van wie ik ben en wat ik doe. Ja. In BH is natuurlijk nog wel iets anders. Ik dacht dat ze mij zoals Sabine een vestje gingen aandoen, maar blijkbaar was dat verkeerd gedacht. En dat er eigenlijk veel te weinig meisjes bij stilstaan hoe belangrijk dat het is en hoe leuk dat het ook is om te sporten met toch wel mooie lingerie aan, maar toch wel die goed zit. Vooral ook in tennis, je hebt heel veel schokken te verwerken, dus dat moet allemaal stevig op zijn plaats blijven zitten. En dat moet ook nog een klein beetje vorm geven, want ik vond vroeger die sport-BH's dat die alles zo plat drukte en dat was ook maar niks. 1, 2, 3. Ja, dat is een mooitje, dat is een mooitje. Voor sportvrouwen naar uitstraling toe is het wel, denk ik, gunstig geweest. Vooral de komst van bijvoorbeeld van de Williams tussen die veel met mode bezig zijn. In het tennis met Sharapova, Kournikova vroeger. Ik denk dat dat de reden is dat die dames nu ook zoveel geld verdienen en dat er zoveel aandacht gaat naar het tennis. Het is toch veel leuker om naar tv te kijken en twee schoon meisjes om een aan te staan die een beetje met hun uiterlijk bezig zijn. Dus nee, ik vind dat zeker niet slecht. Dat is gewoon niet extra dat erbij komt. Als je dat graag doet, denk ik wel dat dat plezant is. Ja. Ik vind ze mij zo gekleed tegenover haar zo bloot. Ja. Ja. Ik vind dat Janina een prachtig lichaam heeft. Ze is enerzijds atletisch, gespierd, maar ook slank en groot. Ze heeft een prachtig sportlichaam eigenlijk. Ja. Ik zei juist tegen Sabine dat ik haar enorm mooi vond. Ik vind haar echt super mooi. En ja, het is een mooie vrouw. Ik bedoel, het is iemand die echt wel naar buiten mag gewoon met haar lichaam. Die echt, ja, denk ik, een mooie persoonlijkheid ook uitstraalt. Nu van de eerste keer goed, hè? Ik heb Sabine zelf nog weten spelen als ik klein meisje was. Ik zeg haar altijd, ik ben ooit eens naar een finale van haar komen kijken in Knokken en dat weet ik nog. Maar ik denk dat zij vroeger ook een vechter was en die ook een enorme bijter was op het veld. En ik denk dat ik een beetje hetzelfde ben, dus op dat gebied denk ik wel dat we overeenkomen. Janina is ook zeer gedreven, zeer gedisciplineerd, bezig met haar sport ook. Je moet er gewoon helemaal voor gaan als je het wil maken. En dat jeugdig enthousiasme, dat herken ik van toen ik daar die leeftijd had. Ja.